Ja, ik zit, ik zit hier nu naar te luisteren en het is natuurlijk omdat ik zelf ook zo lang heb rondgelopen daar heel erg aanlokkelijk om nou in dit ja eigenlijk spelletje toneelstuk uh, wat daar gebeurt uh, mee te gaan. Maar het is eigenlijk niet te geloven hè, dat we hier nu staan zo vlak voor de zomervakantie uh, terwijl dit al jaren speelt. Al jaren verdrinken de mensen op de Middellandse Zee. Al jaren zien we dat asielzoekerscentrum vollopen. En nu zitten we vlak voor de vakantie en nu gaat Rutte stoer doen. Terwijl wat hier natuurlijk had moeten gebeuren, is um, al die positie die Rutte heeft hè, in Brussel, want die heeft hij, dat die eerder misschien al wel twee, drie jaar geleden gebruikt was om ervoor te zorgen dat die kerstboom van wet en regelgeving die hier staat waardoor het zo aanlokkelijk is om in een bootje te stappen waardoor het zo aanlokkelijk is om door te lopen naar Nederland om daar iets aan te doen want alles wat er op dit Punt wordt afgesproken. Maar in was Den al Den Haag, een punt in de formatie. Dit is maar, toch gewoon maar, wat Wouter al zegt. Dit is niet nieuw. Nee, en in het, dat, vorige dat, dat, en in het vorige maar, kabinet. Dat, dus dat is wat ik zeg. Ja. Alles wat je hier nu over afspreekt, zonder dat je iets doet aan de Europese wet en regelgeving, ja. zal uiteindelijk stranden. Ja, en dan maar, de burger die hier naar nou zit te kijken, die vraagt zich af. Hey, wanneer krijgt Kijzer, mijn kind nou eens een woning? Bij de